De VHP heeft graag dat de COVID-19-maatregelen versoepeld worden via een gefaseerd plan. Suriname heeft namelijk al 5 weken geen nieuwe COVID-19-gevallen geregistreerd. Dit haalde Deo Charman, COVID-19-expert, van de VHP vandaag aan tijdens een persconferentie in het partijcentrum De Olifant. De persconferentie had als hoofdthema het spoedig mogelijk opstarten van de economie, het onderwijs en het maatschappelijk leven. Charman stelt voor dat de eerste fase van de versoepeling van de maatregelen aanstaande maandag 11 mei van start gaat. Daarbij ziet hij graag dat kleine ondernemingen hun deuren kunnen heropenen en dat de partiële lockdown aangepast wordt van 12 uur tot 6 uur in de ochtend. De tweede fase stellen we voor om in te gaan op 18 mei, waarbij we zeggen het heropenen van scholen met inachtneming van social distancing. En ik denk dat mevrouw Mangre daarover iets meer zal uitweiden. En natuurlijk ook het openen van restaurants, natuurlijk nog steeds met social distancing. En de samenscholing, het samenscholingsverbod, dat gaan opheffen of aanpassen. Op dit moment is het nog steeds niet meer dan 10 man, maar we denken dat het veel ruimer zou kunnen naar 50, misschien zelfs 100 mensen. En de derde fase die wij voorstellen is ingaande 1 juni. Om sportactiviteiten te herstarten, discotheken en cafés zeg maar, weer ruimte te geven om open te gaan. En ook natuurlijk onze luchtruim. Dat is erg belangrijk. Wij denken dat ook daar partieel toestemming gegeven kan worden om luchtruim open te gooien. En zeker naar speciale landen waar we veel verkeer hebben met goede afspraken. Let u wel, met goede afspraken. Wij denken in de eerste instantie aan Nederland, waar heel veel Surinamers wonen, maar van waaruit er heel veel mensen komen die naar Suriname komen als toeristen, dan wel hier stage komen lopen of werken. Maar natuurlijk gecontroleerd. Niet alleen een entry screening hier in Paramaribo op de luchthaven, maar zeker ook een exit screening op Schiphol. Je zou daarmee niet alleen een maatschappelijk leven push kunnen geven, je zou onze national carrier weer wat brood kunnen laten verdienen, maar je zou daarmee ook die hele horeca sector een boost kunnen geven. Reshma Mangre, onderwijsdeskundige van de VHP, haalde aan dat het onderwijs nu tot zijn recht komt. Ze haalt aan dat de VHP niet wil dat het een verloren schooljaar wordt. In dat kader is de partij volgens haar tot enkele voorstellen gekomen. We willen gaan naar een proces tot normalisatie van ons onderwijs. En we denken eraan om de scholen te heropenen op maandag 18 mei. Natuurlijk is het van belang dat we de ouders en de leerkrachten met ons meekrijgen. We beginnen alvast om aan te geven een gefaseerd part-time onderwijs. En dan denk ik dat we nog de COVID-regels in acht moeten houden. Vandaar dat het voorstel is dat we komen tot een 3-daagse schoolweek. De klassen zijn groot, dat weet u allemaal. We zitten met 50 leerlingen in klassen, 40 leerlingen. Dus als we het in delen doen, ik denk een groep maandag, woensdag en vrijdag, een ander deel de dinsdag en de vrijdag, dan denk ik dat het zou moeten lukken om dan onderwijs te kunnen geven op die manier. We houden natuurlijk de distance in acht, dat is 1,5 tot 2 meter. Een goede voorbereiding is daarvoor nodig. Goede voor videofilmpjes. Maar ook de betrokkenheid van de leerkrachten. Want als we de betrokkenheid van de leerkrachten niet hebben, dan is dit gedoemd te mislukken. Reshma Mangre, onderwijsdeskundige van de VHP. Ze sprak vanmorgen tijdens de VHP-persconferentie in De Olifant. De VHP wil dat de COVID-19-maatregelen gefaseerd versoepeld worden.